VV Bennekom TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jillis Baggerman Makelaardij en Estate, Hypotheken en Verzekeringen. Oké, hier bij de camera Sjoerd en Mees Renze. De keeper van Bennekom 1 en de pupil van de week van Bennekom 1. Eerst bij jou te beginnen, Sjoerd. Hoe heb je de wedstrijd ervaren van vandaag? Er stonden veel op het spel. Dus ik had gehoopt dat we sterk uit de startblokken zouden komen. Maar na een minuut krijgen we eigenlijk al een strafschop tegen door een duel van Luc. En Laurens moest aan de noodrem trekken. Gelukkig krijgt hij geel. Ja, zeg, dat had toch ook mogen kunnen wezen, hè? Ja, nou, de bal kwam van schuin van de goal. Dus ik zou niet direct rood geven. Maar ik was er wel blij mee dat het geen rood was. Gelukkig pak ik die. Maar daarna, we zijn niet echt in de wedstrijd geweest de eerste helft. Het was een moeizame pot van ons. Terechte goal van Jasper Bolland, die speelde erg goed vandaag. Tweede helft, na de omzetting, gingen we beter spelen. Dus toen kregen we ook wat kansen. Maar dat duurde wel lang. Omzetting zeg, je moet Koen Beuken niet gewoon starten als voorstopper? Of zeg ik nou te veel? Ga ik even op de stoel van de trainer zitten? Ja, precies. Het zijn keuzes die er gemaakt worden vooraf. En daar heeft iedereen een mening over. Wij respecteren de keuze van de trainer. En we hebben er nu niks aan om achteraf te zeggen dat het een goede of slechte keuze is. Voor hetzelfde geld was het goed uitgepakt en was er niks aan de hand geweest. Dus dat is een beetje makkelijk. Maar na de omzetting ging het wel een stuk beter. Leon viel goed in, Koen viel goed in. Voor Redouan gewoon met lef spelen. Dus er gebeurde wat. Maar het was niet genoeg om het Eemdijk moeilijk te maken vandaag. Nee, nou hebben we nog steeds, tenminste de wedstrijd Odin was net nog niet afgelopen. Maar we hebben nog steeds als een kansje. Verdienen we die kans nog? Ja, Bennekom verdient die kans altijd. En volgens mij heb ik in de winterstop gezegd, de laatste wedstrijd zullen we moeten winnen. Zoals eigenlijk al 4 jaar op rij zo is. En dan is dat onze escape. Laten we die statistiek maar even vasthouden. En ik hoop dat dat waarheid wordt. Het is nog nooit zo spannend geweest als dit jaar. Wat is er toch met dat Bennekom? Ja, ik weet het niet. Er gaan nu 10 spelers weg. Er gaat een nieuwe wind waaien. Ik hoop dat dat een goede oplossing is. Nou ja, laten we dat hopen. Kan je nog één keer een verschrikkelijk, verschrikkelijk opladen van deze club? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik ben toe aan vakantie. En we willen gewoon winnen uit bij LSC. En die jongens van Eemdijk die willen nog voor PD gaan spelen naar de derde divisie of naar de topklasse. Dus ik ga ervan uit dat als wij onze plicht doen naar Bennekom toe, dat Eemdijk dat ook doet. En dan is de escape is weer daar. Snap ik, ja. Maar als we van LSC niet winnen, dan verdienen we toch ook gewoon helemaal niet? LSC, ik weet niet wat zij vandaag gedaan hebben. 3-0, 3-0 stonden ze achter in ieder geval. Dus die spelen nog een laatste wedstrijd voor het thuispubliek. Normaal gesproken moeten wij die wedstrijd gewoon winnen, want voor ons staat alles op het spel. En voor Leerdam niet meer. Het is een blijf voetbal. Dus het is geen zekerheid, maar ik ga er vanuit de volgende week winnen. Nou oké, laten we daar vanuit komen. Maar dan heb ik nog iemand op je arm. Mees, hoe voel je het vandaag? Wel een beetje goed, maar ze hadden wel goed gespeeld. Ja, papa heeft ook heel erg goed gekiept. Ja. Nou, dat vond ik ook. Alleen het was net niet genoeg om toch nog te winnen. Dat is jammer, hè? Ja. Hé, maar dat Bennekom shirt staat jou best wel mooi. Is dat niet wat voor jou volgend jaar of blijf je weer Redichem? Nou, ik weet het nog niet. Ga er maar eens de zomervakantie over nadenken. Ik ga je misschien straks nog even interviewen. Maar toch nu alvast bedankt voor het pupil van de week willen zijn. En verwend papa maar een beetje van het weekend. Dan komt het allemaal goed. Het is moederdag, hè? Het is moederdag, dus het is moeder. Mama verwennen, je hebt gelijk. Dankjewel allebei.